Erben, je hebt net bij de NOS Radio je verslag gedaan. Ja. Wat vond je ervan van de 500 meter bij de vrouwen? Nou, het was in ieder geval een hele spannende 500 meter. Het begon voor Nederland natuurlijk heel erg slecht. Annette viel. En in de buitenbocht een beetje een rare val, maar ja, dan is het wel gewoon meteen over. Daarna moest Margot Boeren rijden. Nou, die pakt het heel, heel goed op. Die reed een hele degelijke 500 meter. Maar ja, de verrassing zat hem toch wel een klein beetje in. Weer een Koreaan. Die Lee die won de eerste 500 meter rechtstreeks tegen Jenny Wolf. En in de tweede omloop dacht je in eerste instantie van nou ja, Wolf zal alsnog wel gaan winnen. Want ja, die gaat het wel afmaken, maar die Lee die won de tweede keer gewoon weer. Dus Lee en de Koreanen die pakken hier al voor de tweede keer goud. Ja, hoe is het toch mogelijk, Korea? Ja, ongelooflijk. Ja, je ziet gewoon als dan in zo'n land, in zo'n team, als het dan één keer iets lukt en dat hele team gaat erachter staan, dan zitten ze allemaal op dezelfde golflengte en dan zitten ze in die winning mood en dan steken ze elkaar gewoon aan. Gisteren Mo, vandaag Lee en ook al die andere Lee op de 5 kilometer met zijn zilveren plak. Het zijn allemaal verrassingen, maar ja, we zijn er nog niet klaar mee met die Koreanen. Steken elkaar aan, dat hebben we ook met Sven gehad, maar daarna niet, hè? Nee, ja, het is toch nu in één keer de sprintafstanden. Margot Boer reed natuurlijk wel goed. Die reed een hele goede 500 meter. Maar het was echt een 4-4-4-4 plek. Het was een behoorlijk gat naar de plek nummer 3. Ook een behoorlijk gat naar de nummer 5. Dus ik denk dat zij gewoon heel erg tevreden kan zijn. Maar zij komt natuurlijk nog wel terug op die 1000 meter. En dat is voor haar een veel belangrijker afstand.